Olympisch goud, Europese titels en wereldtitels. De Nederlandse ruiters en paarden wisten de afgelopen decennia steeds weer te excelleren. De top wordt echter breder, de toppaarden verdwijnen naar het buitenland en de onderlinge verschillen worden kleiner. Er is nu meer nodig dan goede paarden, ervaren trainers en gedreven en talentvolle ruiters om op het podium te komen. Als we in Nederland voorop willen blijven lopen, moeten we de sport nog professioneler benaderen. Het combineren van al onze ervaring met de nieuwste wetenschappelijke inzichten kan ons weer op voorsprong zetten. Slimmer trainen, blessures voorblijven of eerder herkennen, plus het managen van het sportpaard als een topatleet. Dat maakt het verschil. Daarom is er nu de opleiding tot Sporthorse Manager. Voor de kampioenen van de toekomst. Lang niet alle problemen die we ervaren in het werk zijn rijtechnisch op te lossen. Een paard dat kort lang stapt kan een tussenpeesblessure hebben, maar ook een scheef bekken. Een paard met een SI-gewrichtprobleem zal niet makkelijk verzamelen, galopperen en terugspringen. Eenmaal behandeld is het verschil vaak zeer duidelijk. En ontstoken, stijve en artrotische halswervels maken de aanleuning een stuk lastiger. Maar veterinaire en fysiotherapeutische zorg kunnen hierin een groot verschil maken. Fysieke problemen vroegtijdig herkennen en oplossen is pure winst. Het kan het verschil maken tussen winnen of verliezen en heel houden of afschrijven. Door een professionele aanpak en preventie krijgt de factor pech steeds minder kans. Bij topsport horen helaas toch zo nu en dan blessures. Sporthorse managers weten op basis van hun kennis, de wetenschap, de medische staf en hun eigen team hoe het paard gerevalideerd moet worden om zijn carrière in de sport succesvol te vervolgen. Kennis over de diverse behandelmethoden van laser tot aquatrainer is daarbij van belang. Het maakt de kans op een blijvend succesvol herstel vele malen groter. Ook op het gebied van voeding valt veel winst te behalen. Dat is in de humane sport al lang bekend en in de paardensport is dat niet anders. Wat werkt wel en niet? Hoe gaan we om met over- en ondergewicht en met maagsferen? Met een individueel voedingsschema op basis van wetenschappelijke inzichten kan een paard pas echt maximaal presteren. Kennis over voeding is daarom essentieel. Een sportpaard moet op het juiste moment topfit zijn om maximale prestaties te kunnen leveren. De wetenschap geeft ons handvatten om dit te meten. Het stelt ons in staat om een paard zo te trainen dat hij een cross goed ten einde brengt en niet door vermoeidheid minder presteert of zichzelf blesseert. Iedere discipline vergt een andere vorm van training. Hoe bereid je een derby voor? Of een meerdaagse dressuurwedstrijd? Ervaring is belangrijk, maar meten en weten helpt ons nog een stap verder vooruit. Sporthorse managers zijn de topruiters en trainers van de toekomst. Zij combineren hun ervaring en rijtechniek met moderne wetenschappelijke inzichten en kennis over het paard in zijn totaliteit. Sporthorse managers hebben kennis opgedaan die direct bruikbaar is en ervoor zal zorgen dat hun paarden en die van hun klanten voorop blijven lopen en optimaal gebruik kunnen maken van hun capaciteiten. Wil jij als ruiter en trainer voorop blijven lopen en topprestaties leveren? Durf jij het voortouw te nemen en je verder te ontwikkelen? Dan is de opleiding tot Sporthorse Manager je op het lijf geschreven.